Hortensia, als snijbloem de laatste jaren erg populair. Verkrijgbaar in allerlei kleuren en maten. Heel erg geschikt voor klassiek bloemwerk, maar natuurlijk ook voor modern bloemwerk. En als je ze dan een keer lang verwerkt met lange stelen, laat het blad eraan zitten. Prachtig, de bladeren kleuren mooi mee met de bloem. Vandaag een boeket, een klein boeket met snijhortensia in de hoofdrol. De mise en place. Tifalif. Aspidistrablad. Euphorbia, Espinosa, cocoleaf, waxflower en de hortensia natuurlijk. Een heel simpel techniekje voor tifalief is het vlechten. De basis 6 bladeren op elkaar geplaatst. Even vastmaken met een draadje dat het goed stevig bij elkaar blijft. U opent de 6 bladen als een waaier. 3 links, 3 rechts. En dan begin je te vlechten van links naar onder, rechts naar boven, erop. En dat repeteer je iedere keer. Dus links, onder, rechts, boven. En tegelijkertijd haal je de bladeren over elkaar, leg je de bladeren over elkaar heen. Dus links, onder en dan weer erop. Rechts, op en dan weer eronder. Je ziet, dit is het begin van de structuur, van de vlechtstructuur. En nou ga je gewoon verder. En iedere keer als je gevlochten hebt, dan trek je de structuur een beetje aan, zodat die sluit. Dus nog één keer. Links onder. Rechts op. En dan aantrekken, heel langzaam. Wanneer u bijna aan het einde bent, knipt u de puntjes van de tifalief even schuin weg. Want ik steek ze weer terug in de structuur en dat is makkelijker terugsteken. Als ze net iets aangescherpt zijn. Zo. Voorzichtig aantrekken. En sluiten. En hier doet u hetzelfde. En nou kunt u het bij de andere 4 ook terugsteken. Als de eerste 2 maar zitten. En u ziet het eindresultaat is dit. Dan nog even de puntjes afknippen. De bedoeling is dat u meeknipt in de lijnen van de structuur. Daardoor verdwijnen de uiteindes onzichtbaar in het geheel. Voor beide stukken tifalief knipt u een stukje aluminiumdraad af. Dus aan het einde van het tifalief, daar steekt u voorzichtig het aluminiumdraad doorheen. Aandrukken, dichtdraaien. Dan hebben we het aspidistrablad. U neemt het blad in uw linkerhand, kruist onderdoor langs uw rechterhand, neemt de punt van het blad, vouwt het terug en legt het op uw duim. U trekt voorzichtig uw hand uit het blad. De punt vouwt u naar binnen. En dan ontstaat er een opening. In die opening, daar niet u 2 nietjes aan beide zijden van de hoofdnerf. Zodat ze onzichtbaar verdwijnen achter het blad. Dan gaan we met het boeket verder. Dus de euphorbia op aluminiumdraad, 2 bolle hortensia's. En nu trekt u voorzichtig de euphorbia naar boven, dat die goed zichtbaar is, maar net rust tussen de 2 bollen. Aspidistrablad aan de onderzijde ter ondersteuning van het boeket. En u plaatst die rondom. Dus u ziet onderaan het boeket, de afwerking is geheel met aspidistrablad. Zodat het mooi onzichtbaar is. Dan nemen we de waxflower. En met de waxflower zoekt u een balans binnen het boeket. Dus u creëert uw eigen lijnenspel, uw eigen balans.
Nu plaats ik de Tiva liefbladeren en die leg ik over het boeket heen. Nou, de laatste takjes eraan toevoegen. De waxflower. De laatste afwerking is coco leaf. En hier is het gewoon terugvouwen. De punten naar binnen en onder terugvouwen. Vasthouden met je andere hand. En ook weer rondom het boeket. Dan nemen we een stuk touw. Bij voorkeur touw, want dat is een mooie natuurlijke afwerking. Geen elastiekje of plakbandje, maar een gewone mooie robuust stuk touw. Geeft een gewoon natuurlijke afwerking aan het gehele boeket. En ook van belang als je het in een glazen vaas presenteert die transparant is, dan is het gewoon een mooi element wat zichtbaar mag zijn. Goed aantrekken. Afknippen. De harde stelen kunt u schuin inknippen van de houtachtige takken van de wax. Maar hortensia's en het blad, bij voorkeur een schuine mes, een goede scherp mes en alles schuin afsnijden. Beter voor de opname van de voedingsstoffen en de houdbaarheid van uw boeket. Een mooi hippe vaas. En het boeket legt u gewoon schuin weg in de vaas. Met hortensia's en waxflower.